anderhalf uur stout geweest, want ik had toch dat leuke klavertje 4 gekregen. Nou, zo groot is die geworden. Maar ik heb er een paar halve knijpjes erin. Want ik had al even met zo'n dikke lijf er bovenop gelegen. Nou, lieve vrienden, hij zit erop, zoals je ziet. Ah, op de, bovenop de boemetjes. Ik heb hem wel vastgemaakt. Hier aan mijn mandje. Ja, goedemiddag lieve vrienden. Mijn stem is nog niet wat het wezen moet. Af en toe slaat hij nog over, af en toe is hij nog hees, etc. Maar het is weer een begin. Ik ben vandaag ook weer voor het eerst opgemaakt. Ik heb de hele week niet gevlogd. Nee. Ik word zo ziek. Nou ja, jullie horen het wel, hè. Hij doet het nog niet helemaal zoals die wezen moet. Maar het begin is er weer. Ik had helemaal geen stem. Ik kon ook niet met Karin bellen. Niks. Totaal niks. Maar in ieder geval, jullie zijn weer welkom bij een nieuwe vlog. Uiteindelijk van Corina en de Beestenbol. Ik heb een week dus niet gevlogd. Dus een week niks op YouTube. Ik kan er ook niks aan doen. Maar de meisje, ja, ik ben nog wel net uit bed, want het is de hele dag herrie om mijn huis heen geweest. Dat... Nou ja, word je niet vrolijk van. Niet van de buurman hoor, nee. Van de tuintjesboel onderhoud, weet je wel. Nou, en dat wordt een firma uit Friesland, uit Sneek. Daar heeft Minheid nog bij gewerkt, ja. Mag dat? Ik kon niet zeggen. Als je het rietje voor jou weet te snijden. Mag het niet? Nee, mag het niet. Maar oké, in ieder geval, ja, het is wachten dat dat ook weer goed komt. Het komt allemaal door het hoestuk. Hoest heel erg. Maar ook dat komt wel weer goed voordat ik een oud kereltje ben. Ja, enkel je er zo moe van, hè. Zo hopeloos moe. Maar ja, ik kan ook de pret niet drukken. Ik moet er wel even uit, of ik nou wil of niet. Ik moet nog even weer wat boodschapjes doen. Ik ben een week er niet uit geweest, ja. Vandaag, een week geleden, toen ben ik bij de huisarts geweest. Morgens vroeg, met de taxi. Einde van de dag. Toen heb ik de booster gepakt en toen heb ik even wat boodschappen gedaan. En daarna niet weer. Nee, meer op bed gelegen dan wat anders. En dat zal nog wel wezen, hoor. Dat ik een dag niet vlog of wat dan ook, kan allemaal best. Hé, Frodootje? Ja, ik maak de dieren wel eruit. En die geef ik wel eten. En dan neem ik zelf wat eten. En dan gaan we weer naar bedje toe. Hé, Frodo? Of niet dan? Dat schudt voor nee. Nou ja, ik heb ook last van oortjes. Dat is ook niet in orde. Maar ja, oké, lieve vrienden, jullie zijn in ieder geval op de hoogte van het rijden en het zeilen van Corina en de Beestenboel. Ziek zijn en niet beter kunnen worden. En ik hoop toch wel dat ik donderdag de stad ook in kan. Als heks, hè, want dat heet niet voor niks. Ja, we gaan er gewoon voor, hoor. Simpel. En ik had al even stout geweest, want ik had toch dat leuke klavertje 4 gekregen. Nou, zo groot is die geworden. Maar ik heb er een paar halve knijpjes erin. Want ik had al even met zo'n dikke lijf er bovenop gelegen. Ja, dombo. Dus dat vind ik een beetje zonde. Ja, die is helemaal omgeknakt. Maar ja, op tafel komt hij in ieder geval niet. Dus ik laat het dan op tafel staan. Ja, toch? Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag. Zo dan. Oh. Oké. Goed, de vrachtwagen met de kraan erop. Er komt denk ik troep op oude of zo, weet ik veel wat. Maar in ieder geval, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag. En doe het met een lach. Probeer ik ook te doen of ik nou zo ben of niet. We proberen gewoon door te gaan. Ja, toch? Oké, ik zou zeggen, doei. Ja, lieve vrienden, ik ben weer thuis en ik heb de boodschappen in huis. Ik heb zelfs een scootmobiel in huis, want ja, ik ga het even goed doen, hè. Die spin moet wel er bovenop komen. Dus daar ga ik straks ook mee aan de gang. Ik ga je de boodschappen opruimen, uiteraard. Dan ga ik spinnetje erop doen, op de booster. En natuurlijk uiteraard, die zit hier in de tas.
kom je even vinden. Onze vleermuis. Dit zijn de zuignappen, er zitten zuignapjes op. En dat probeer ik aan de binnenkant van mijn scootmobiel, van de scherm, van die windscherm plakken, probeer ik hem te krijgen. En dan zullen we zien of die blijft zitten, want dat moet ook nog, hè? Ja. Om zit je maar er tegenaan te drukken, dat is ook niet leuk, nee. Dus. En wil dat niet, nou ja, dan zet ik hem op mijn schouder of zo neer, of op mijn hoed erbij, weet ik veel, dat zien we wel. Ja hoor, komt allemaal goed. Zo. Nou, ik zeg, ik ga lekker aan een bakje koffie en even televisie kijken, want ik ben zat. Ik ben echt lekker gek, maar ik heb wat boodschappen gedaan. Dan ben je gelijk het boekje zoeken. Dus ik ga even lekker genieten en daarna ga ik verder. En ik hou je nu de hoogte. Ik zou zeggen tot straks. Doei doei. Nou lieve vrienden, hij zit erop zoals je ziet. Op de, bovenop de boemetjes. Ik heb hem wel vastgemaakt. Hier aan mijn mandje. Zit er een poot eromheen. Er zit nog een poot ertussen. Die kan nog een stukje omhoog. Dan moet ik nog mee aan de gang zien ik. Hier zit het goed. Daar heb ik een poot ertussen. En hier zit hij ook weer tussen het mandje door. Van de handvat, laat me zeggen. Want je, normaal gesproken ja, kan het mandje eraf, maar die heb ik er nooit af. Nou, dan moet ik dat nog even allemaal fatsoeneren. Het is wel raar hoor, om met een mobiel weer te werken. Het lijkt wel of je helemaal weer aan het begin bent beland. Ja, de camera is mono en niet stereo. Ook dat nog eens een keer. Dus ja, het wordt druk sparen voor een beter spul. En hier heb je mijn vleermuis. Die zit daarop vast met de zuignappen, maar ik heb expres met paperclips nog vastgemaakt. Ik kan hier voorlopig even op blijven, want ik blijf natuurlijk niet bezig. En dan moet ik de bezems nog uit de schuur halen en die komen hier weer langs op de booster. Dus ja, komt er helemaal weer netjes langs. En Frodo die is het gek doen. En ook de bank die moet nodig verschoond worden, maar ja, als je ziek bent dan kom je daar niet aan toe. Wezel onlendig als ik weet niet wat. Hé, ja nou Frodo'tje. Je hebt even rode oogjes, man. Jo, weer rode oogjes. Nee, maar het maakt niet uit. Nee hoor. Komt allemaal goed, lieve vrienden. Ik ga weer even verder met televisie kijken. Het is een of ander sprookje. Die jongen die kent de dieren verstaan. Nou, geweldig. Maar oké, lieve vrienden, geniet verder. En als die klaar is, dan pak ik de mobiel wel weer eventjes. Ik zou zeggen, tot dan. Ja, lieve vrienden, zoals jullie al wisten, had ik die spin er al op en de vleermuis. Maar ik heb de bezems er ook al opgemaakt. Ja, ja. Hier hebben we er een. Ja, die heb ik zo vastgemaakt met tie rips aan mijn hendel om hem te duwen. Ik heb die hendel omhoog gehaald en dan kan ik mijn booster voort duwen. En even met een plakbandje heb ik hem vastgemaakt. Nou, en dan steekt hij eruit. En aan die kant, net zo, steekt hij er ook uit. En dan heb ik hem. Ook met tie-rips. Zo aan die stang weer vast. En aan mijn hendeltje van mijn stoel. Hier ook. Naar beneden, daar weer met plakband. Want daar heb ik geen hendel of wat dan ook. Dan hoop ik dat dat blijft zitten, maar ja, het blijft sowieso nog wel zitten. Dat zit goed vast daar. En dan kijk ik hem donderdag nog even goed, eventjes nog nalopen, voordat ik de stad in ga. Nou, en dat is een kontje van het spinnetje. Zijn pootjes. Ja, miauw.
Wat ben je, Ewin? Wat ben je dan? Oh, daar! Oh, hallo. En meneer Frodo. Maar dit is toch een lieve spin, daar hoef je toch niet bang voor te worden? Nee. Nou ja, en daar heb je dus mijn vledermaus. En ik hoop dat ik weer een ratje kan kopen. En die maak ik dan hieraan vast of zoiets. Ja. Ook met taaierips tussendoor. Voilà. Vind ik leuk. Vind ik gewoon leuk. Nou ja, en zo noemde mijn man mij dus. Amazing Woman. Ja, en 2 dagen na onze bruiloft voor... 11 jaar geleden, ja, mijn stem wil weer niet. Kocht hij dat bordje voor me. En toen liep ik nog met een rollator. Toen heeft hij me op mijn rollator neergehangen. Dus ja, wel leuk. Dat ter ere van mijn man, ja. Hij was een amazing man en ik was een amazing woman voor hem. En ik zal het nog wel zijn voor hem. Uit de hemel vandaan. Ja. Hé, hey, spinnetje? Ja. Nou, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder. Wat doe jij? Wat zou jij doen? Ja, mevrouw? Wat mevrouw? Nou, dat niet. Maar ja, ik ga er weer vandoor. En dan zeg ik, spreek jullie snel weer. Ik ga straks ook zien dat ik weer eten kunnen krijgen. Ik moet eerst die booster in de schuur zien te krijgen. Want... Het regende net, want had hij er al in gestaan. Maar ja, ik denk, wacht nog even de bui af. Ja, toch? Ja. Hé? Ja. Nou, lieve vrienden, tot later. Tot hopelijk misschien weer morgen. Ik zou zeggen, toedeledokies. Oh ja, ik heb hem maar zo gedaan. Kijk. Die was soms gebroken, de kant af. 2 stukken, die heb ik zo weer ingezet. Hopende dat hij het doet, want het stond daar. Nou, dan heb ik het afgeknipt. Nou, en die doet het allemaal goed. Maar ze worden zo ontiegelijk lang, hé. Karin, heb jij daar ook last van? Dat wil ik wel eens weten. Ja. Heel erg lang. Ik heb er al, want hij valt gewoon om ook. Maar ja, kan er wat erop gelegen doet. Ja, dan doen we het zo. Kijk of die het pakt. Hé, joh, jij wil ook eten. Je begon al veel te vroeg, maar de klok niet verzet. Ja. Nou. Tot later. Doei doei.